Het defensieapparaat stelt haar manschappen nu 24 uur beschikbaar om de politie te ondersteunen in de verhoogde landelijke surveillance. Dit vertelde defensieminister Krishna Kumari Mathura eerder deze week voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw vindt het geweld dat tegenwoordig wordt gebruikt bij misdrijven totaal onacceptabel en er daarom zwaar opgetreden moet worden. Overdag en 's avonds, ik dacht dat er ongeveer 150 mensen als capaciteit vrijgemaakt zijn hiervoor, die ter beschikking worden gesteld van het KPS. Maar niet alleen mensen, ook voertuigen, tonners, pick-ups die ter beschikking zijn om de surveillance op te voeren. Nu zijn we bezig uit te werken nog meer voertuigen die we vrij willen maken om in te zetten voor de surveillance. En dat hoop ik dus komende week al te starten met extra middelen voor de surveillance. Samen met de politie. Omdat dit niet kan, dit niet moet en dit moeten we echt beheersbaar maken. De minister meent dat de schade die onschuldige gezinnen door gewelddadige berovingen leden niet past in de Surinaamse gemeenschap. En het zijn onschuldige mensen die hard werken voor hun geld. En ik denk dat we met z'n allen moeten afkeuren deze excessen binnen de criminaliteit. Wat we ook doen is in het binnenland, ik denk dat we vandaag een operatie hebben gestart naar het zuiden van Suriname, dus Brokopondo gebied. En daar willen we ook zichtbaar zijn, samen met de politie, zichtbaar, meer aanwezigheid, meer vertegenwoordiger van het overheidsgezag. Dus we hopen dat het ook resultaten gaat opleveren. De verhoogde surveillance gaat onverkort door, totdat de orde en rust in de gemeenschap beheerst is. Mathura stelt dat er ook in het oosten van Suriname maatregelen zijn getroffen en extra manschappen beschikbaar zijn gesteld.